Precious hier. JBL heeft een nieuwe opvolger uitgebracht voor de Quantum 600, namelijk de Quantum 610. En in deze video ga ik je vertellen wat er allemaal nieuw aan is en hoe deze klinkt tijdens het gamen. Dit is de nieuwe JBL Quantum 610, de opvolger van de Quantum 600. En qua design en uitstraling is deze niet heel erg anders dan zijn voorganger. De headset is draadloos te gebruiken op de PlayStation consoles en PC via de USB die erbij zit. Maar er zit ook een 3,5 mm audiokabel bij, zodat je hem ook direct op de Nintendo Switch, de controllers van alle consoles en ook je VR-bril kan aansluiten. Als je de headset draadloos gebruikt, heeft deze een batterijduur van 40 uur. En dat is een flinke verbetering ten opzichte van de 600, aangezien deze maar een batterijduur had van 14 uur. Is je headset leeg, dan kan je hem gemakkelijk opladen, want binnen 3 uur is die weer vol en kan je gewoon weer verder gamen. Maar er zit nu ook een nieuwe functie bij deze 610 en dat is namelijk dat je hem kan opladen en gamen tegelijk met de meegeleverde USB-C kabel. De headset voelt voor mij heel erg goed aan. Het is namelijk een wat zwaarder model omdat er stevige materialen zijn gebruikt en hierdoor is die vergelijkbaar met de Quantum One en is die zwaarder dan de 300-serie van JBL. De kussens op de oorschelpen en aan de bovenkant van de headset zijn gemaakt van memory foam met leren bekleding wat ik echt heel erg comfortabel vind zitten. Verder zit er ook een microfoon aan deze headset vast die je niet kan losmaken, maar je kan deze wel naar boven flippen en een beetje naar achter buigen als je de microfoon niet gebruikt. Op de zijkant van de oorschelpen zie je een groot JBL logo die ook RGB verlichting heeft en die kan je ook zelf helemaal instellen via de JBL Quantum Engine software. Het is alleen wel zo dat je batterij iets minder lang meegaat als je gebruik maakt van de RGB verlichting. Het verschil zal niet heel groot zijn, maar hou er in ieder geval wel rekening mee. Op de headset zelf zitten er ook nog een aantal bedieningsknoppen die je kan gebruiken. Je kan jezelf gemakkelijk muten met de muteknop, je volume regelen en je kan ook regelen of je meer je party audio of juist meer je game audio wilt horen. Dat vind ik wel heel erg fijn, zeker als ik met andere mensen aan het gamen ben. Soms wil ik toch wel wat meer wisselen tussen game audio en party audio. En op deze manier kan je dat gewoon gemakkelijk zelf op de headset aanpassen. Als je gebruik maakt van de 3,5 mm audiokabel, dan werken de knoppen op de headset zelf niet. En moet je gebruik maken van de knoppen op de kabel zelf. Op de kabel zelf heb je de mogelijkheid om jezelf te muten en om je volume te regelen. Dus ook bedraad kan je gewoon gemakkelijk dingen aanpassen. De Quantum 610 heeft JBL Quantum Surround Sound, wat ervoor zorgt dat je geluid gewoon heel goed door je headset doorkomt en dat je hoort waar het geluid precies vandaan komt. Ik vind wel dat het beter tot zijn recht komt als de game zelf ook 7.1 Surround Sound heeft, anders vind ik het wat oppervlakkiger klinken. Verder heeft de 610 geen noise cancelling zoals de Quantum One of de Quantum 800 lijn, maar doordat de oorschelpen goed afsluiten rondom je oren, oftewel passieve geluidsisolatie, hoor je vrij weinig van het geluid om je heen. Dit kan er wel voor zorgen dat het misschien voor brildragers wat vervelend kan aanvoelen na een tijdje. Persoonlijk vond ik het meevallen en had ik eigenlijk alleen maar het gevoel dat ik wat meer ging drukken als ik de headset 12 uur of langer op had. Maar dan is het sowieso wel eventjes goed om op te staan en even de headset af te doen. Ook voor gebruik buiten gaming om vind ik het een hele fijne headset. Er zit een goede bas in waardoor muziek of een film ook gewoon lekker er doorheen blaast. Het geluid zelf is ook aan te passen met de JBL Quantum Engine software, waar je de equalizer en de microfoon kan aanpassen. Ik raad je dan ook echt aan om hier naar te kijken en gewoon de geluidsprofielen aan te passen bij de game die je speelt. Op deze manier is het gewoon heel erg makkelijk in te stellen. Dit is een toffe instapheadset voor de alledaagse gamer. Het geluid is heel erg goed, hij zit lekker comfortabel en zeker voor normaal gebruikers als je een muziekje wil luisteren of een filmpje wil kijken, is dit ook gewoon een hele fijne headset om op te hebben. Heb je de Quantum 600 al, dan kan je upgraden naar de 610 voor een langere batterijduur en voor het gamen en opladen tegelijk de nieuwe functies die de 600 niet heeft. Maar als je echt wil upgraden, dan raad ik je aan om te kijken naar de nieuwe opvolger van de Quantum 800, namelijk de Quantum 810 of de Quantum One. Heb je verder nog vragen over deze headset? Laat dan eventjes weten in de comments. Thanks voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!